Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een heerlijke, lekkere klets sit-down video. Het is vandaag moederdag en ondertussen alweer mijn derde moederdag als mama van mijn zoontje, die net 2 jaar geworden is. Voor degenen die nog niet zo lang kijken of die mij nog niet zo goed kennen. Ik ben Paulien, ik ben ondertussen 29 jaar en mama van een zoontje van 2, van Finn. Ik maak hier op YouTube vooral weekvlogs, kookvideo's. Als we op reis gaan, neem ik de vlogcamera graag mee. En ook gewoon sit-down en bla-bla video's, zoals deze, zoals ik die noem. Ik had gisteren een poll gelanceerd op Instagram met 2 onderwerpen waarin jullie konden kiezen wat jullie liever wilden zien. En het kwam er eigenlijk redelijk 50-50 uit. Dus ik had zoiets van, oké, laat ik dan eerst de 2 jaar update doen van Finn en mezelf in het moederschap. Aangezien het is moederdag, dat is wel toepasselijk. En ik denk dat ik vorig jaar op moederdag de 1 jaar update gedaan heb. En dan kan ik mijn andere onderwerp nog voor een andere keer houden. Aangezien dat het toch wel redelijk 50-50 eruit kwam. Dus ja, laat ik misschien beginnen met een kleine update van Finn. Ik weet dat ik hier en daar altijd wel in de video's veel vertel, maar als jullie benieuwd zijn naar gewoon een iets meer algemene en compactere, zeg maar, samengevatte video, dan is deze misschien wel leuker. Finn stapt en dat heeft best wel lang geduurd. Hij stapte pas op, ik denk, ja, echt heel, heel goed op 21 maanden dat hij echt heel goed rondstapte. Dus niet zo heel lang voor zijn 2e verjaardag dat Finn is beginnen stappen. Dat had een aantal redenen en gewoon ook, ik bedoel, dat hangt af van kind per kind, dat weet ik ook wel. Maar dat is wel iets waar we zo wat een klein beetje zorgen over maakten. Dat is logisch, heel veel kindjes stappen al veel vroeger en onbewust vergelijk je toch altijd wel snel met andere gezinnen en andere kindjes van ongeveer dezelfde leeftijd. Dus Maria stapt. De reden daarvoor dat hij nog niet zo lang stapt, is omdat hij best wel lang is en heel flexibel. En daardoor waarschijnlijk die combinatie ergens zo wat minder snel zijn stabiliteit heeft gevonden. Finn was ook met alles sowieso wel wat later qua rollen, qua zitten. Qua staan was hij ook heel laat. Hij wilde heel, heel, heel lang niet staan. En dan ook het kruipen en het sluipen is pas heel laat gekomen. En dan ook het stappen gewoon een stuk later als gemiddeld. Nu moet ik zeggen, het was wel gewoon nog binnen de termijn. Ze hadden bij ons gezegd, van als het, hij moet gewoon voor zijn 2 jaar stappen. En anders moet je, zeg maar, kiné en zo gaan doen, denk ik. Dus gelukkig was dat wel gewoon helemaal in orde. En het is ook wel echt heel leuk om hem meer en meer zelfvertrouwen zien te krijgen. Hij had er in het begin ook niet zo heel veel zelfvertrouwen in. Het is een klein beetje een held op sokken, zal ik het maar noemen. Ja, omdat hij meer stapt, wordt hij ook sterker en krijgt hij meer evenwicht, staat hij ook steviger en durft hij ook gewoon meer aan. Het is alleen zo bij overgangen van terrein dat hij wel echt zo nog een beetje een beetje zenuwachtig is of een beetje onzeker is eerder. Dan gaat hij nog eerder een handje willen geven of gaat hij sneller op zijn poep zitten om dan, zeg maar, de overgang op zijn poep te maken. Maar kruipen doet hij eigenlijk niet zo heel veel meer. Ik had echt gedacht dat die combinatie nog langer zou duren, maar dat is eigenlijk niet. Dus ja, het is wel echt heel leuk om hem te zien stappen en zelfzekerder te zien worden. En dat zelfzeker worden, dat is niet alleen in het stappen, maar ook gewoon in het omgaan met mensen en kinderen. Ik had wel het idee dat hij iets meer aan de timide kant was. Het is niet een kind dat gelijk door iedereen gepakt wilt worden en zo. Hij heeft altijd wel echt zo wat 20 minuten nodig om los te komen en om een beetje iemand te durven aankijken. Maar het is wel fijn dat de mensen in onze omgeving dat wel begrijpen en hem ook die tijd geven. En ik bedoel niet met de mensen die hij vaak ziet dat hij dat heeft, maar eerder zo bijvoorbeeld vrienden van ons die dat we om de zoveel eens zien. Of als mensen in de supermarkt hem zien zitten in het karretje en dan zo contact proberen te maken of zo lachen of zo. Allee, mensen doen dat wel met kleine kindjes. Dan wordt hij echt heel snel timide. En dat begint ook wel zo iets meer, hij begint daarin ook wel iets meer open te bloeien. Dus dat is wel echt fijn om te zien. Dat hij daar ook een beetje meer zelfvertrouwen in begint te krijgen. Hij begint absoluut ook al fases te krijgen van ben 2 en ik zeg nee. Maar eigenlijk vind ik dat we daar alle 3 wel heel goed mee omgaan. En daar bedoel ik ook Finn inclusief mee. Het helpt bij Finn enorm als we
aankondigen dat we iets gaan doen. Bijvoorbeeld als we naar boven gaan om te gaan slapen of naar huis gaan of iets gaan doen. Dat we dan bijvoorbeeld zeggen, oké, je mag nog één keer van de glijbaan, we hebben nu zo'n glijbaantje staan, één keer van de glijbaan glijden en dan gaan we naar boven. En dan merk je wel dat hij misschien af en toe wat meer tijd gaat nemen om die laatste keer van die glijbaan te gaan. En dat is prima, dat is oké. Als dat 10 minuten duurt, is dat echt gewoon oké. Maar hij accepteert het dan ook wel van, oké, ik ben nu van de glijbaan gegaan. Hij zwaait dan zo heel lief zo, tada, naar de glijbaan. En gaat dan ook gewoon vrolijk naar boven. En we merken dat wel, dat we soms zelf in onze, ja, dat we proberen alles af te werken. En van, oké, we moeten naar boven. Hij is in zijn ogen aan het wrijven. Dat hadden we bijvoorbeeld gisteren voor. We waren zo aan het twijfelen van, zouden we hem al naar boven brengen? Nog niet. Hij leek zo nog heel fijn te spelen. En dan ineens begon hij enorm in zijn ogen te wrijven. Dus hadden we zoiets van, oké, nee, we moeten naar boven. En we hebben hem toen eigenlijk te abrupt weggenomen uit de speelomgeving. En dat is zo niet zo heel goed afgesloten. Waardoor dat eigenlijk niet zo heel leuk s'avonds was. Hij was dan echt zo ineens heel erg aan het huilen. En hij wilde niks meer. En dan dacht ik, ja, oké, dat hadden wij niet zo heel slim aangepakt. Maar voor de rest vind ik dat, dat vind ik eigenlijk al een heel fijne methode. En dat werkt voor ons drieën heel goed. Goed aankondigen wat dat we gaan doen. En vinden ze dan eigenlijk wel echt een kind dat daar heel graag in meegaat. En hij helpt dan ook graag. Als je bijvoorbeeld zegt, oké, we gaan onze schoenen aandoen. Ga maar op de bank zitten. Dan gaat hij al heel lief op de bank zitten. En dan kunnen we samen de schoenen aandoen. En hem echt laten helpen en hem een beetje ja, in alles laten meegaan, dat is wel heel leuk. Dus ik ben 2 en ik zeg nee fase is hier absoluut ook wel. Maar de tantrums vallen eigenlijk echt nog wel heel goed mee. En ik weet het niet, dat dat komt door de manier waarop we daar proberen mee om te gaan. En als dat ook gebeurt, hè, Finn heeft zeker ook wel echt momenten waarin dat de emotie te veel is en dat de prikkels te veel worden. En dat het gewoon allemaal eruit moet. En ja, kleine kindjes kunnen hun emoties nu eenmaal iets moeilijker reguleren. Dat er gewoon in een stortbui uitkomt. En dan is dat voor ons ook gewoon belangrijk dat we er zijn op dat moment. Dat we hem die ruimte geven om die emotie een piek te laten bereiken. En dat we er dan ook wel zijn om dat op te vangen. En vaak, ja, dan gaat dat ook weer voorbij dat moment. En ik denk ook gewoon dat er mag zijn of zo. Ik weet het niet. Ik vind het alleszins heel leuk om dingen te zien ontdekken. En ook zo wat een kleine stoute kant zo af en toe. Als ze zich niet aankomen en dat er dan zo blijft kijken en dan zo toch met dat handje zo. En ik vind het dan op die momenten zo soms wel moeilijk om streng te blijven. Omdat je eigenlijk ook gewoon zo hard moet lachen met de situatie en over hoe zo'n kind dan denkt. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Dat is ongeveer de fase waar we nu in zitten met hem. Hij gaat dan ook in november naar school. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat eraan toe gaat gaan. Vinden ze totaal nog niet zindelijk. Dus dat is iets waar we ons deze zomer wel eens mee gaan moeten bezighouden. Of mee gaan bezighouden. Ik heb ook echt niet het idee dat hij er al klaar voor is. Zoals met alles. Hij is een beetje later met alles. Maar ik hoop hem wel gewoon zindelijk naar school te kunnen sturen. Dat lijkt mij voor de juf en voor hem ook gewoon het fijnste. Ik denk dat het comfortabelste is voor het kind zelf. Ik wil daar niemand mee op teden trappen. En ik weet ook totaal nog niet hoe ik er op dat moment ga instaan. Want we zijn daar ook nog niet mee bezig. We hebben zo wat grofweg in ons hoofd dat we daar ons deze zomer eens een beetje gaan aanzetten. En dat we dan het potje wat meer gaan introduceren. Er staat hier nu wel een potje al in de speelkamer. Maar eigenlijk kijkt hij daar weinig naar om. Zo, als we dat juist hadden geïntroduceerd, is hij er een paar keer opgegaan. En dan daarna hebben we het zo een paar keer gevraagd van, Finn, wil je op het potje, pipi op het potje? En dan elke keer kregen we nee als antwoord. En dan wilde hij het ook echt niet. Dus dan hebben we het echt gewoon volledig links laten liggen. Dat potje wel in de speelhoek laten staan, maar daar verder totaal geen aandacht aan gegeven. En ik hoor wel van collega's dat die hun kindjes veel spelen met die potjes. Daar dingen insteken, dat op hun hoofd zetten en zo. Maar dat doet Finn totaal niet. Die kijkt daar echt niet naar om. Dat staat daar gewoon. Maar ik laat dat daar staan. Het is goed daar. Maar het plan is wel om van de zomer aan de slag te gaan met potjestraining. Omdat ja, het is dan lekkerder weer. Dan kan je al sneller je kindje laten rondlopen zonder pamper. En dat dan buiten proberen te doen. Dus dat lijkt mij het handigste. Dus dat hebben we zo wat in ons hoofd. Om hem hopelijk voor november zindelijk naar school te kunnen sturen. Zodat er nu voor staat, qua
eten beginnen wij nu zo ook zo wel op een beetje een kantelpunt te komen. Het is heel lang super goed gegaan met eten. Finn die at alles dat hem voorschotelde. Alles was goed, alles was lekker. En dat is gewoon helemaal bergafwaarts gegaan. Qua ontbijt geen probleem, qua lunch geen probleem. Maar qua avondeten en groentjes is dat echt heel erg moeilijk. Hij wil gewoon heel weinig groente eten. En vlees wil hij ook totaal niet eten. Hij wil geen... Ja, hij wil eigenlijk gewoon s'avonds... Ja, als we hem een potje geven, dat gaat er perfect vlot in. En voor de rest moet hij er eigenlijk bijna niet van weten. En dat vind ik soms zo frustrerend. Ik probeer daar zo cool mogelijk mee om te gaan. Maar dat is soms zo'n drama aan tafel. Dat dat gewoon wel echt moeilijk is om dan gewoon samen lekker ontspannen aan tafel te zitten s'avonds. We waren nu laatst bijvoorbeeld bij vrienden. En zij had dan als snackje zo zachtgekookte worteltjes gemaakt voor hun zoontje. En dat kindje was dan gewoon als snackje zijn worteltjes aan het opeten. En die had heel lief een worteltje aan Finn gegeven. En daar had hij dus gewoon perfect die wortel op. Dus ik dacht, alright, ik ga ook wortelen kopen. En die in de koelkast houden als snackje. Zacht koken in mooie kleine reepjes en die aanbieden als snackje. Want het is nogal een snackmonster. Als hij thuis komt, heeft hij graag zijn snackjes. Hij moet daar dus niet van weten. Die wortels worden eruit gehaald. Want ik probeer dan zo wat een combinatiebordje aan te bieden. Ik had gelezen dat dat handig is. Dat je zo geen onderscheid mag maken tussen zo het slechte en het goede. Dus ik geef dan de worteltjes samen met iets anders op dat moment. En hij haalt dan zo die wortels eruit. Hij zit dan zo met die wortels in zijn hand. En dan eet hij met zijn andere hand de rest op. Hij is trouwens ongeveer tweehandig. Dat is super gek om te zien. Dat is echt kei raar. Hij is niet echt linkshandig en ook niet echt rechtshandig. Hij doet heel veel met beide handen en andere activiteiten met de twee handen. Dus dat is wel een leuke fun fact. En ja, met een kind van 2 jaar, dat betekent dan dat ik ook al 2 jaar mama ben. Dus ik zal misschien een klein beetje vertellen over hoe dat ik mij daarbij gevoeld heb de afgelopen 2 jaar en hoe dat, dan geëvolueerd is. En ik moet zeggen dat we echt... Allee, Finn heeft in het begin best wel wat last gehad van kwaaltjes, reflux, voorkeurshouding. En die was als baby over het algemeen niet mega happy. Dus dat was eigenlijk best wel zwaar. Ik ben ook bevallen in de eerste corona-lockdown. Dus de periode dat ik thuis ben geweest, dat was eigenlijk zo wat een... Ja, dat was leuk, aangezien dat we echt wel in onze hele bubbel konden kruipen. We moesten niks, we konden niks, niemand kon iets vragen van ons. Maar aan de andere kant, hoe langer dat duurde, hoe eenzamer dat ook wel een beetje begon te voelen. En op een gegeven moment, ja, met een baby die veel huilt en die veel ongemakken heeft, ja, begon ik dat wel wat te voelen. Dus vorig jaar maart ben ik weer aan de slag gegaan. Dan ben ik uit technisch werkloosheid gegaan en ben ik weer gaan werken. En dat heeft bij mij toen echt... Oh, maar dat was fijn om weer zo dat stukje van mezelf terug te vinden. Als zijnde van, ik ben niet alleen mama. Er is ook nog een deel naast het mama zijn van mij dat bestaat. En ik begon toen eindelijk ook wel echt mijn energie terug te krijgen vorig jaar. Ik kan me nog herinneren dat ik in de video van vorig jaar van ongeveer 1 jaar update zei van goh, ik voel mijn fysiek zo goed en zo sterk en mentaal ook heel sterk. Ja, vorig jaar heb ik dan Lyme gekregen, de ziekte van Lyme. Dus dat was wel een beetje een domper op de feestvreugde. En dat was wel iets dat er nog bij moest gejongleerd worden. Hè? Buitenshuis werken, mama zijn, het huishouden, toch wel relatie onderhouden, want naast mama en papa zijn wij ook man en vrouw. En daar dan bij ook de symptomen van Lyme proberen te verwerken en daar over te komen. Dus dat heeft me wel echt een serieuze slag gegeven van de hamer. En ik heb nu wel echt het gevoel, zeker ook nu dat het weer de laatste weken weer lekker wordt en dat er weer veel licht is buiten en veel zon, dat ik ook weer echt gewoon een tweede adem heb gekregen en ik voel me weer echt... Ik voel me echt supergoed. Ik moet zeggen, sinds Lyme er echt volledig... Dat ik het idee heb dat die symptomen er allemaal door zijn. Finn stapt. Je merkt dat hij echt heel happy is ook gewoon. Je merkt op een moment ook gewoon omdat hij nog niet stapte. Maar hij wilde het wel heel graag. Dat dat voor hem ook heel frustrerend was. En sinds dat hij stapt, is hij gewoon echt heel happy. Hij stapt rond. Hij kan zijn dingen zelfstandig doen. Hij kan pakken. Hij kan helpen. En je merkt dat hij daar ook echt zo helemaal... van opgeleefd is of zo. Ik weet niet hoe ik dat anders moet zeggen.
En dat heeft mij ook weer een enorme boost gegeven. Dus het was absoluut fantastisch mooi de afgelopen 2 jaar, maar ook echt wel zwaar. Ik ga daar zeker geen doekjes om winden dat het niet altijd gemakkelijk is geweest, het moederschap, het ouderschap. Je maakt je extra zorgen om je kindje. En ook al zie je dat zo graag, je wilt dat beschermen en je wilt dat alles daar het beste voor is, ook qua ontwikkeling en zo. Dus dat is zeker niet altijd gemakkelijk geweest. Maar ik moet zeggen dat ik nu wel echt weer... Ja, ik weet dat niet. Ik heb echt weer veel vertrouwen in alles. En alles voelt heel fijn en juist op dit moment. En daarbij krijg ik ook heel vaak de vraag. Maar echt, in het echt ook. Niet alleen online, maar ook gewoon in het echt. En ik denk dat heel veel mensen dat krijgen van... wanneer komt er een tweede? Dat is echt ongelooflijk. Als je single bent, vragen ze wanneer dat je een partner gaat krijgen. Als je een partner hebt, vragen ze wanneer dat je gaat trouwen. Wanneer je getrouwd bent, vragen ze wanneer er kinderen komen. En als er dan eindelijk een kind is, blijven ze vragen wanneer er een volgende kind komt. En vorig jaar in de video, dat kan ik me ook nog herinneren, dat ik echt zei van nee, never ever. Ik ben er echt nog niet klaar voor. Mentaal, fysiek, nee. En ik moet zeggen dat we zo nu wat tussen de twee aan het kabbelen zijn. Finn is nu 2 jaar en ik denk als er een tweede ooit zou komen, willen we daar nu ook niet te veel tijd tussen. Dus ik zou daar wel geen 5 of 6 jaar of zo tussen willen. Dus ja, ik begin zo wel stiller aan te neigen naar van... Ja, we hebben wel weer zin om een tweede aan het gezin toe te voegen en het gezin te vervolledigen. Als ons dat gegund is natuurlijk. Zo'n dingen kan je niet plannen en je hebt dat niet te bestellen allemaal. Hoewel dat we er zo aan de andere kant wel een beetje tegenop kijken om dan zo weer helemaal van het begin te beginnen. Zo, we hebben nu het idee dat we gemakkelijk... erop uit kunnen. Finn is wat zelfstandiger. We moeten niet meer zo heel van alles meezeulen. En dan met een newborn erbij zouden we wel weer helemaal terug vanaf nul beginnen. Dus dat is wel iets... Ja, hoe leuk newborns ook zijn, er komt wel weer heel veel bij kijken. En dan zijn we wel weer 2 jaar verder eer dat we terug op dit punt zitten. Maar aan de andere kant denk ik ook weer, hoe langer dat we wachten, hoe langer dat we dat punt van 2 jaar uitstellen. En een tweede lijkt mij ook wel heel fijn om Finn een broertje of een zusje te gunnen. Zoe en ik zijn alle twee enigs kind. Dus hij heeft verder ook geen echte tantes, geen neefjes, geen nichtjes. Dus ik zit soms zo wel met het idee van als ons iets overkomt, Zoe of mij of en mij, dan is hij wel helemaal alleen. Zo, er is geen broer of geen zus, geen neven, geen nichten waar dat hij bij terecht kan. En dat maakt mij af en toe wel een beetje bang. En ik weet dat dat misschien ook geen perfecte motivatie is om een tweede kind aan het gezin toe te voegen. En dat zou ook niet de eerste motivatie zijn, absoluut niet. Maar dat zijn allemaal wel factoren die dat ik in mijn hoofd heb zitten. En waar ik over nadenk en waar we alle twee wel luidop over nadenken. Theo is er hier gezellig komen bijzitten, dus die ga ik ook een beetje ondertussen wat aandacht geven. Nee, maar ja, ik weet eigenlijk niet hoe dat andere mensen hun ervaringen daarmee zijn met tweede kindjes. En net zoals bij een eerste, denk ik dat je daar ook nooit echt klaar voor gaat zijn. Maar dat zijn nu zo wat de gedachten die dat door mijn hoofd gaan. En de pros en de cons, want zo ben ik wel. Ik ben iemand die dat plusjes en minnetjes tegenover elkaar zet. En dan dat een beetje tegenover elkaar probeert af te wegen. Ik vind het wel heel fijn dat ik deze update op deze manier zo positief kan brengen. Hoewel dat er zeker ook twijfels en struggles zijn. Ah, dat had ik trouwens, dat moest ik nog vertellen. 2 jaar update van Finn. Het haar van Theo vliegt hier overal rond. We hebben te horen gekregen dat wij een afspraak moeten maken bij een NKO of een KNO-arts. In België en Nederland wordt dat anders gezegd. Omdat waarschijnlijk hij vergrote neuspoliepen heeft. En dat die waarschijnlijk moeten weggehaald worden. Dus ik heb voor eind deze maand een afspraak staan bij de neuskeelarts. Nee, de neuskeeloorarts. Om dat eens te laten nakijken. En ik had al wat ervaringen van jullie gekregen. En dat heeft me al echt mega goed gerustgesteld. Het is blijkbaar echt een redelijk kleine ingreep. Die redelijk vaak en redelijk gemakkelijk gedaan wordt. Dus dat is wel heel fijn. Het enige is, sinds dat dus... Dat een klein beetje meer naar mijn attentie gemaakt is. We hadden dat wel al door en we hadden wel zo in ons achterhoofd van eens een afspraak te maken. Maar dat stond zo niet mega hoog op onze to-do of op onze priority list of zo. Ik weet niet, ik zag de haast er zo niet van. En sinds dat ze dat bij Kind en Gezin gezegd hebben van ik zou dat toch maar eens doen, kan ik dus niet anders meer zien. En denk ik ook zo alleen maar van mijn kind kan niet meer ademen. En het is ook echt, het is opvallend in alles. Als hij drinkt, dan...
drinkt hij, hij stopt met drinken, hij ademt en dan gaat hij verder met drinken. Volgens mij krijgt hij gewoon zo weinig lucht door zijn neusje. Ik vind het zo zielig, dus ik hoop maar gewoon heel snel dat die afspraak er gaat zijn. Dat dat goed en juist vastgesteld kan worden en dat we hopelijk redelijk snel een afspraak hebben om die neuspolypjes eruit te halen. Want ik denk dat dat voor hem echt wel ook een verademing gaat zijn. Ook al weet hij misschien niet beter nu, ik denk dat dat dan daarna echt wel veel fijner gaat zijn voor hem. Als hij gewoon door zijn neus kan ademen. Dat lijkt me trouwens echt heel irritant als je dat niet zou kunnen. Dus ja, dat is nog een kleine laatste toevoeging aan deze video. Finn en zijn vergrote neuspoliepen, het avontuur begins. Dus ja, dat was hem voor vandaag. Ik ga hem hier afsluiten. Ik wil jullie al sinds nog een heel fijne moederdag wensen allemaal. In welke vorm dan ook. Met een kindje dat rondloopt. Een kindje in je hart. Een kindje als regenboog. Of nog eentje in je buik. Het is allemaal een moederdag waard, vind ik. Dus ik hoop dat jullie een heel fijne verwendag beleven. En ik zie jullie in de volgende video weer. Bye. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around. You laugh to yourself. And I see you shine in every color. Resting your head in my arms. You sing.